November is weer ten einde, dus dat wil zeggen, er is weer een nieuwe L1 speler van de maand. Jullie konden deze keer kiezen tussen Oscar Aktas, Milan Robberechts, Wesley Spierings en Rick Ketting. En de echte trouwe fan kan natuurlijk wel zien waar ik ben en wie er met deze mooie prijs vandoor gaat. Want met maar liefst 66% van de stemmen is Roda middenvelder Wesley Spierings de nieuwe L1 speler van de maand. Kijk eens. Kijk eens aan. Speler van de maand van november. Dankjewel. Heb je ooit al zo'n prijs gewonnen? Nee, nog nooit. Nee? Ik vind het wel heel mooi. Ben je dan zo'n speler die dan een boost krijgt als je zo'n prijs krijgt? Een boost is misschien overdreven, maar ik vind het wel iets moois hebben en het geeft natuurlijk al een positief gevoel, maar echt een boost, ja, ook weer niet. Oké. Als je teruggaat naar november, wat is dan het eerste waar je aan denkt? ja, toch wel mijn goal tegen Eindhoven. Die herinner ik nog wel. Ja, beschrijf hem eens. Krijg die bal? Ja, precies. En we hadden het lastig en ik schiet gewoon van best wel een afstandje en hij vliegt er gewoon echt heel mooi in. En ja, het was vooral ook mooi dat het een belangrijk doelpunt was. Dat het niet een of andere 4-0 of zo was. Dus ik denk dat het hem ook wel extra mooi maakt. Ja. We gaan straks verder praten. Maar eerst gaan we naar het rad. Weet je wat het rad is? Het rad? Nou, ik heb hem net ergens zien staan en ik zag van alles erop staan. Dus ik ben benieuwd wat we ermee gaan doen. Nou, we gaan eens kijken. We gaan naar het rad. Het beroemde rad. Je mag 3 keer draaien. Okay. En als er dan een bepaald nummer opkomt, kijk ik wat er op mijn iPad staat. En dan moet je of een opdracht doen, of een dilemma beantwoorden. Oké, ik ben benieuwd. Nou. Kan ie? Ja, draai maar eens. Daar komt ie. Oh, die is hard. Nou, dat is ook heel goed. Nummer 7. Eens even kijken, nummer 7. Wat zou je zijn geweest als je geen profvoetballer was geworden? Ik denk iets op een kantoorbaan in de... Iets in het bedrijfsleven. Ik studeer ook nog steeds, dus okay. Na het voetbal zou ik dat ook nog steeds graag willen doen. Dus graag ergens op een kantoorbaantje in het bedrijfsleven, lijkt me heel leuk. Wat studeer je? Ik heb mijn bachelor economie en bedrijfseconomie gedaan. En ik doe nu mijn master marketing management. Dus okay. Ik hoop daar iets mee te kunnen doen. Okay. Ja, dat was het eerste draai bij het rad. Als we kijken naar de wedstrijden in november. Cambuur, 49e minuut raak je geblesseerd. Ja, in principe al iets eerder. Alleen in de 49e minuut ging ik eruit. Ja, kijk eruit. Ja, dat was wel echt heel vervelend. Zeker omdat ik daarna ook 2 wedstrijden daardoor heb gemist. En dat ik er nu eigenlijk zelfs nog steeds last van heb. Ja, okay. Dus ondanks deze prijs is dat ook alweer een heel stuk minder natuurlijk geweest in november. Ja, toch een beetje een smetje op november. Ja, toch wel. Je hebt een hele zware meniscusblessure gehad. Ja, schrik klopt. Je dan een beetje als je dan denkt van, ah, je bent weer een beetje geblesseerd, dat je daar anders over nadenkt? Als ik eerlijk ben, is het voor mij al een hele vooruitgang geweest om er zelf uit te gaan. Vroeger zou ik misschien doorspelen waardoor ik het erger zou maken. Dus in dat opzicht heb ik wel veel van geleerd. En voor mijn gevoel was het eigenlijk niet zo erg als het nu was. Ik dacht, oké, ik ga er nu uit omdat ik echt veel pijn had, maar volgende week sta ik alweer. Dus het was wel even schrikken dat ik er alsnog 2 wedstrijden door heb gemist. Maar ik had niet het gevoel dat het weer zo erg zou zijn als wat ik toen heb meegemaakt. Nou, nummer 2. Kijk, weer zo'n harde. Nummer 1 is het leukste. Oh, ga die maar niet aan. Nummer 14. Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan? Het gekste dat ik ooit heb gedaan? Ja. Ben je een beetje gek? Nee, echt absoluut niet. Oh, absoluut niet. Ik ben heel erg rustig. Oké, okay. Dus ze worden een hele brave. Ja, ik kan oprecht niks bedenken. Ik heb vast wel gekke dingen gedaan, maar... Iets wat je hier uithaalt? Of... Ja, zo ben ik dus eigenlijk helemaal niet. Nee, nee, geen voetbalhumor? Nee, eigenlijk niet. Okay. Ik kan er wel van genieten als de rest het doet, maar ik zelf, nee. Nee? Ja, op vakantie gingen we cliffjumpen, dat is ook best gek. Dat is best gek, ja. Ja. Ik kan echt niks bedenken eigenlijk verder. Een hele brave jongen. Brave jongen. Ja. Maar goed, terugkomend op die 90 minuten. Ja, je bent van Willem II, kind van de club. Je baalde natuurlijk een beetje van dat je daar weg moest. Ja, maar nu maak je dus wel die 90 minuten. Is dat dan eigenlijk hier naar Roda de beste stap geweest? Ja, ik ben echt super blij dat ik deze stap heb kunnen maken. Ondanks dat ik, wat je zegt, toen ik te horen kreeg dat bij Willem II niet echt meer kans op minuten had, vond ik het echt heel vervelend. Maar achteraf ben ik echt heel blij met deze keuze. Ook hoe ik hier ben opgevangen, dat ik zoveel kan spelen. En dat het zelfs zo goed gaat dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen. Dus ik ben er echt super blij mee dat ik toch nu hier zit. Wat maakt het eigenlijk dat je draai hier zo goed gevonden hebt? Ja, toen ik hier aankwam, ik weet het niet. De mensen waren zo lief voor me. Iedereen wou me helpen. Was dat Limburgse natuurlijk? Ja, dat denk ik oprecht. Echt. Ik weet niet. Ik werd hier echt heel goed ontvangen. En
niet alleen door de spelers, maar ook door de mensen hier op kantoor. En bijvoorbeeld met het, ja, ik moest hier natuurlijk gaan wonen, met het verhuizen en al die kleine dingetjes hebben. Iedereen heeft me echt heel goed geholpen. En ik weet niet, ik voelde me gelijk heel erg thuis hier. Ja, en dat betaalt zich dan ook uit. Ja, zeker. Op het veld. Dan voel je je ook gewoon lekker in je vel en zo. En dan alleen dan kan je presteren natuurlijk. Als het allemaal al niet goed is, dan wordt het lastig. Ja, snap ik. Laatste spin. De laatste spin. Als het maar geen één is. Jawel, wel één. Nou, kom op, één. Nee, heeft geluk hoor. Nummer 8. Eens kijken. Als er twee historische figuren mag uitnodigen op je verjaardag, wie zou dat zijn? Ik zou Messi wel graag op mijn verjaardag willen zien. Uiteraard, wie niet? Ja, wie niet. En doe dan ook maar gelijk Ronaldo, denk ik. Ja, Messi, Ronaldo. Ja, dat zou toch wel mooi zijn, denk ik. Oké. Dan lijkt me wel heel leuk. Ja, zijn er ook een beetje toch van mannen waar je naar opkijkt zo in zo'n spelers? Ja, tuurlijk. Het zijn natuurlijk, ja, ik denk in iedereen is ook wel de twee beste spelers van op dit moment. Of ja, de afgelopen periodes. Dus ja, dat zijn toch wel spelers waar je naar opkijkt. Dat ze elke week weer presteren en ja, tot ze maar blijven gaan. Dat vind ik echt heel, heel gaaf. We sluiten eigenlijk altijd af met, ja, het is vaak een hele vervelende vraag. Maar waar gaat Roda eindigen? En ik wil echt een plek horen na deze competitie, op het einde van de competitie. Waar staat Roda? Nou ja, als je per se een plek wil horen, dan zeg ik, dan blijf ik gewoon lekker staan. Lekker tweede. Tweede? Ja, dat vind ik helemaal prima. Geen kampioenschap? Ja, dat is natuurlijk mooi, maar waar we nu staan vind ik het ook mooi. Dus als we dit volhouden, ben ik blij. Volgend jaar Eredivisie. Ja, dat zou prachtig zijn. Dan schudden we daar de hand op. Goed. Waar komt hij te staan? Nou, ik denk hier in Heerlen, wat ik net zei. Ik ben verhuisd, dus dan vind ik wel vast een mooi plekje in mijn kast, waar ik elke dag naar kan kijken. Oké, heel mooi. Nou, jullie kunnen ook wederom weer gaan stemmen op de Speler van de Maand. Deze keer van december op de Instagram story. En wie weet kan ik in Sittard, Venlo, Maastricht of kom ik weer terug? Dat zou mooi zijn. Nou, dat zou leuk zijn. Ik kan hem ook nog een keer winnen. Wie weet. Je wel je best blijven doen.